Een hele goede middag op deze woensdag. Het is vandaag 26 september en leuk dat je meekijkt naar een nieuwe weekvlog. Mijn moeder is vandaag jarig. Mocht je deze vlog zien, gefeliciteerd. Ik had al eventjes een kaartje gestuurd en ik heb ook al even gebeld. Dus wat dat betreft is dat allemaal wel goed gekomen. Dus dit is op mijn scherpje. Wat er niet af wil. Ik kan er nu dit jaar niet bij zijn omdat het qua afstand lastiger is. Vorig jaar was het allemaal wat makkelijker, toen woonde ik dichterbij, maar het is nu niet haalbaar, dus vandaar dat ik er niet bij ben. Ik ga zo meteen hier aan de schoonmaak. De woonkamer die moet weer. Mickey, doe eens rustig. Mickey zit weer naar boven te rennen steeds. Dus dat ga ik sowieso even doen. En ik moet even nog wat dingetjes inscannen en daar moet ik straks wel eventjes voor naar boven. De katten hebben op hun kleedje gespuugd. Dus die moet in de was. Dat is wel jammer, want dan moeten ze het even onder een kleedje doen. Die ga ik gelijk even in de wasmachine doen. Het ziet er zo vies uit. Ja, dat eigenlijk. En ja, voor de rest, wat ben ik aan het doen? Ja, ik zat nog even lekker op de bank. Ik had gisteren natuurlijk verteld over mijn tongpiercing die losvloog en... Zoals ik al een beetje voorspeld had met eten, vloog die er weer af. Het balletje draait niet zo goed meer erop. Dus ik heb nu weer de allereerste piercing erin, maar die is wel super lang. Ja, het is gewoon even niet anders. Ik kan eventjes niks anders ervan maken. Ik heb gewoon nooit eigenlijk reserve piercings liggen. Behalve dan die allereerste piercing die er als eerste ingaat. Dus die heb ik er nu in zitten. Maar dat betekent wel dat ik heel veel ruimte over heb, omdat mijn tong uiteraard nu niet meer dik is. Maar goed, beter iets erin dan niets, denk ik dan maar. Dus ja, dat eigenlijk. Nu. Auw, dat was mijn nek. Moet ik hier even wat folders opruimen, want ze liggen er van vorige week ook nog. Allemaal benden, maar mijn oude pido's is weer onwijs vol. Dus die moet ook weer eventjes geleegd worden. En ja, ga ik daarna eventjes hier aan de schoonmaak. Ik moet even mijn iPod zoeken. Hoe raak je zoiets kwijt? Nou, heel simpel. Ik liet toen ik in bed lag, viel mijn telefoon tussen mijn bed. Tussen het hoofdbord en mijn bed. En ik had wat moeite om die er tussenuit te halen. Dus ik dacht, heel slim, ik ga mijn bed verschuiven. Maar dat hielp alleen niet, want hij lag dus echt zo, lag hij. Op zijn kantje. Dus uiteindelijk heb ik hem met een raar gevoel er tussenuit gehaald. Maar... dat betekent wel dat ik nu even niet weet waar de iPod is. Ik weet niet waar ik die gelaten heb na het opladen. Dat is niet zo slim. Maar die vind ik zo wel. Dan heb ik in ieder geval wel een muziekje. Want dat vind ik altijd wel prettig. Oh ja, mijn zusje had nog een nummer doorgestuurd waar ze heel lekker op ging. Die moet ik ook maar eens luisteren. Nou, dat zal ik straks wel even doen. Mijn zusje en ik hebben vaak een hele andere muzieksmaak. Dus vaak als zij een liedje heel leuk vindt, vind ik te weinig aan. En als ik een liedje heel leuk vind, heeft zij zoiets van, nee, ik hou hier niet van. Dus dat is altijd een beetje bijzonder. Dus misschien als ik dit nummer hoor, dat ik denk, nou, ik vind er niks aan. Of misschien vind ik het wel leuk, ik weet het niet. Ik ga nu in ieder geval eventjes op zoek naar de iPod. En dan ga ik het klaarmaken hier om te gaan schoonmaken. Zo, ik ben eigenlijk redelijk ver gekomen. Ik heb wat administratie nog kunnen doen nadat ik had schoongemaakt. Daar kon jullie niet heel veel bij zitten, want ik had nog één batterij strepen. Dus hij moet straks op de oplader. Maar goed, ik moet vanavond ook weer editen.
Ik ga nu even de verwarming lekker wat aandoen. En dan ga ik lekker even douchen. En straks even eten. Dan kan het hier ook even lekker warm worden. Ik vind het hier nu echt fris. Vanavond ga ik gewoon televisie kijken. Ik moet nog even editen. Ik moet nog wat foto's doen. Want ik ben gisteravond. Ja, dat ging niet zo makkelijk. Ik kon niet zo makkelijk op de laptop. Want ik had overal op katten. Dus dat ging niet zo lekker, helaas. Dus wat moet ik nog doen? Dus ik zie jullie dan gewoon morgen weer. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is vandaag 27 september. Ik heb mezelf klaargemaakt en ik zit half in de zon. Ik heb ook al eventjes stopgezogen net, want dat was nodig. Ondanks dat het best wel zonnig is, heb ik toch een dikke warme trui aan, want ik had het best wel fris. Het is eigenlijk vandaag weer boodschappendag. Dus ik wacht straks tot ik bericht krijg hoe laat mijn bezoek er is. Ik zou nog even het vaatje opruimen, die staat in de keuken nog. En even wat oud papier in de boodschappentas, dan kan die ook straks gelijk in de kliko. Want het is echt wel heel erg veel en dat is een beetje vervelend. Mickey is heel erg naar buiten te kijken, dus ik vraag me af wat er te zien is. Ik weet dat ze bij de buren bezig zijn met dingen, maar er is niks te zien. In ieder geval niks wat interessant is. Voor de rest heb ik weer jeuk op mijn hoofd. Ik heb een nieuwe shampoo nog niet gebruikt, want mijn andere shampoo is nog niet eens op, maar mijn conditioner bijna wel. Dus misschien dat ik dan ook gewoon een nieuwe shampoo ga gebruiken. Een keer gek doen, een keer uit mijn comfortzone. Normaal maak ik altijd eerst op. Althans, op shampoo gebied, op make-up gebied dan weer niet. Tijgertje, hou daarmee op. Tijgertje zit weer in dat net te likken. Maar misschien haal ik dat ook wel weg. Het is nu toch niet echt meer het weer om de ramen open te doen. En ze blijft gewoon hangen met de tanden. Hé! Hey! Joehoe! Even kijken. Een appje. Oh, mijn bezoek komt over 30 minuten. Oké. Dat is mooi. Kan ik nog even wat computerwerk doen zo meteen? Even kijken hoor, even beantwoorden. Dus ja, dat is mooi meegenomen. Een keertje vroeg, ook wel lekker. Ik wil sowieso ook eventjes langs het soort van juweliertje hier. Want ik heb nu, volgens mij is dat nu bijna, ja, het is al bijna, het is nu 3 weken geleden. Want ik heb dat de zaterdag voordat ik jarig was, heb ik dat enkelbandje weggebracht. Ze zouden me bellen als die klaar is. Dus ze hebben nog steeds niet gebeld. Nou, ik vind 3 weken gewoon heel erg lang. Dus ja, als ze hem nog niet gemaakt hebben, dan neem ik hem wel mee. Dan kijk ik wel dat ik hem ergens anders een keer laat maken. Want ik vind dit gewoon heel erg lang duren. En daar ben ik gewoon eigenlijk niet zo van gediend. Weet je, als ik hem normaal bij de juwelier waar ik altijd ging, dan als ik hem op donderdag bracht, kon ik hem bekant zaterdag of dinsdag alweer ophalen. Dit duurt 3 weken. Hallo, het is nou niet dat je echt heel veel moet doen, want het was alleen gewoon puur even het slotje vervangen. Denk jij, ja, hoeveel werk kan dat zijn? Of nemen ze je niet serieus of wat dan ook? Want zo voelt dat wel een beetje. En ze zouden bellen en dat hebben ze niet gedaan. Hey, lui! Ja! Mijn iPad die heeft niet opgeladen vannacht. Die had stekkertje, zat er niet helemaal goed in. Ja, je hebt pluis tussen je poten, maar dat gaan we niet weghalen. Want ik heb net stopgezogen. Mijn katten die zijn dol op mijn make-up geuren, ik weet niet. En ook gewoon op mijn luchtje wat ik draag. Zo. Je hebt vieze ogen. Mijn zusje is maandag weer heel erg bezig geweest met haar ogen. Is weer met dat uitgekookte water is ze mee bezig geweest. Dus dat was wel fijn. Hij blijft er een beetje last van houden, hè? Kijk, dit zit dan tussen haar poot. Kom, dat gaan we even weggooien. Zou ik even wat andere schoenen aan doen. Want ik loop nu inmiddels gewoon echt wel dagen op mijn slippers. Maar dat komt gewoon. Als ik in huis ben, loop ik op mijn slof. En als ik even naar buiten moet, dan ga ik niet op mijn slof. Want ik kan niet meer tegen. Dan heb ik straks gehaald. En dat is niet de bedoeling. Ah.
Nou goed, ik ga in ieder geval hier eventjes wat doen en dan ga ik wachten. En dan ga ik ook even de camera op de oplader leggen, zodat ik alvast wat batterij erbij heb. Ik heb nu nog twee streepjes. En dan zie ik jullie vanmiddag weer even terug als ik klaar ben met boodschappen doen. En dan weet ik ook meer omtrent mijn enkelbandje, hoop ik. Dus dan kom ik nog even bij jullie terug, uiteraard. Zo, ik ben inmiddels terug van het boodschappen doen. En ik zal jullie even laten zien wat ik heb gehaald. Ik was even nog wat foldertjes aan het kijken. Maar ook papier die is weer weg, dus dat scheelt. Het is echt gelijk weer een stuk opgeruimder. Even kijken welke ik nog wil zien en welke ik niet leuk vind. Die kunnen al gelijk in de bak, zo. Zo. Dat kan dan alweer in de bak. Ik zal eventjes de boodschappen wel even hier laten zien. Want hier komt het gewoon. Lukt het niet. Even mijn post eruit halen. Mijn medicijnen. Zo. Ik was bij de Lidl en daar had ik een broodje, maar die is al op. En een blikje met XXL Energy. Ik had ook nog gewoon in mijn laan. Ik had geen zin om terug te lopen in mijn mandje, moet ik zeggen. Dus die heb ik ook maar gehaald. Voetballetjes voor strafjes, want ik maak weer even een soepje. Dan was ik bij de Plus en haalde eventjes weer bleek. Floor. Dit zijn zoals in de aanbieding, dus ik heb twee grote flessen. Dat was 2 voor 2,50 of zo. Chocomelk. Zoals altijd. En ik heb ijsjes. En ik heb intens dorp. Dus ik hoop dat het lekker is. En ik heb dubbel karamel. Deze gaat ook met de vriezer in. Dan heb ik schnitzels voor zondag. Ik ga ze zo meteen alvast even in een zakje doen. Ik heb voer voor de katjes. Frikandellen. En ook. Dus dat waren eigenlijk alle boodschappen. Dus ik zal het zo even opruimen. Kijk ook eventjes dat boven neerzetten. En ik was nog even bij Hema geweest om te kijken of ze iets voor de gordijnen hadden hangen om het op te hangen. Maar ze hadden niet hetgene wat ik nodig had. Tja, dat wordt dan toch even zoeken op naar IKEA. Of misschien even bij de andere winkel. Moet ik even kijken. Antwoorden. Het enkelbandje, ja. Dat was een dingetje, dat winkeltje, die mensen zijn op vakantie. Dus ik kan er volgende week pas heen, dus ga ik volgende week even kijken. Wanneer ik dat ga halen, dat ik dan even er langs ga. En ja, als ze hem niet hebben gemaakt, ga ik hem gewoon ophalen, want het duurt gewoon super lang. Ik zal mijn zusje even een foto van die grote energy. Even kijken wat ze zegt. Ik ben wel benieuwd. Even benieuwd wat ze nu gaat zeggen. Zometeen even de boodschapjes doen. Ze zegt, wow, lekker. Dus ja, en verder rest, ik was dus heel leuk wat op de computer aan het doen en toen heb ik het niet opgeslagen. Dus ik moet daar weer opnieuw mee beginnen. Wat ik had bijgevoegd, was niet opgeslagen. En ik ga hem nog even geholpen met wat dingen voor de computer, want hij had ook wat vragen. Hij heeft sinds kort ook een MacBook, dus kon ik daar maar even nog bij helpen. Dus ja, dat eigenlijk een beetje, verder rest niet zo heel veel bijzonders. Ik was wel blij dat de vlog online goed was gegaan. Want daar ben ik ook nog wel weer lang mee bezig geweest gisteren. Maar dat is allemaal wel goed gegaan. Ik ga nu in ieder geval even boodschapjes opruimen. Dan ga ik soms dan even lekker warm douchen. Want het was nog best wel warm met deze trui aan. Ik had geen jas aan, maar het was toch nog best wel warm. Dus dan zweet ik toch nog wat sneller. Ik heb nu tijger op schoot. Je ging grommen, hè? Toen de bezoek kwam. Voordat ik de deur opende, ging ze echt zo grommen. Van, hey. En dat snap ik niet, want ze kent diegene gewoon. Dus ik snapte niet waarom ze ging grommen. Eigenlijk. Waarom deed jij grommen? Je kent die toch? Hoef je niet te grommen, toch? Doe normaal altijd zo lief. Was je een grombui? De echt grommen, hè? Gaan zo even boodschapjes opruimen, hè? De ijsjes moeten in de vriezer, anders gaan ze smelten.
Dat ga ik in ieder geval even doen. Dan ga ik nog even met deze knuffelen en straks lekker douchen en koken. En dan zie ik jullie morgen weer. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is vandaag 28 september. Ik ben net klaargemaakt en ik moet zo even stofzuigen. Daarna moet ik eerst even een video voor morgen opnemen. Ik kwam op en ik zag eigenlijk maar 2 van de 3 katten. En nou ja, weet je, dat gebeurt wel vaker. Ze verstoppen zich overal. Toen deed ik het gordijn open en die voelde aardig zwaar. Ik denk, hey, kijk ik in het gordijn. Een stijgertje erin gekropen. Het is nu zeg maar een soort van zakidee. Je kunt er iets in stoppen. Een tijgertje die was zo slim, die dacht, hey, daar kan ik best in liggen. Was niet de bedoeling natuurlijk, dus ik heb het er wel eventjes uitgehaald van, nou vriend, dit is niet de bedoeling. Dus ik hoop niet dat ze het weer doet, maar het lag waarschijnlijk gewoon lekker warm. Waarschijnlijk zit hij nu ook weer vol haren. Maar goed, ik heb toch nog geen tape, dus ik kan hem toch nog niet instrijken. Als ik de video heb opgenomen, ligt een beetje aan hoeveel tijd het in beslag neemt, wil ik eigenlijk misschien nog even boven gaan kijken of ik toch die houder kan vinden van dat voor die andere gordijnstam. Het is gewoon vervelend dat je weet dat er ergens eentje in huis is, maar dat je niet precies weet waar die ligt. En ik heb weer jeuk op mijn hoofd. Ik denk dat ik vanavond mijn nieuwe shampoo en conditioner ga testen. Nou ben ik er klaar mee. Dus ja, dat eigenlijk. En Mickey is weliswaar een keer beneden. De trap staat wel naar beneden, dus ze kan wel naar boven. Ze is nu heel druk bezig op de krabpaal. Die ook geen stuiver meer waard is. Maar goed. Ik ga zo in ieder geval eerst even stofzuigen. Dan ga ik even de video opnemen. Want ik weet natuurlijk niet hoe lang dat weer duurt. Ik had even wat nieuwe make-up getest. Dat doe ik altijd op vrijdag eigenlijk. Ik weet niet. Dat doe ik al jaren. En dat is ook zo gebleven. En er zit een heel raar dingetje op mijn scherm. Kijk, nou gaat hij eraf. Oh, dat was een irritatiepuntje. Dus nou, ik ga eerst gewoon even stofzuigen. Dan ga ik even een video opnemen. Mocht er nog iets zijn waar ik jullie bij kan zetten, ga ik dat proberen. Maar ga ervan uit dat het een beetje een saaie vlogdag wordt. Omdat ik verder niet zo heel veel gepland heb ook. Ja, misschien dat ik straks even nog boven wat ga zoeken. Maar ja, dat is altijd lastig omdat ik jullie daar niet bij kan zetten. Ik moet eigenlijk eventjes mijn plantenpotje legen, want die plant die is zo dood. Dan kan ik dat potje ook even afwassen, dan gaat die gewoon naar boven. We gaan nu toch naar het seizoen toe, dat planten eigenlijk niet echt meer kunnen. Dus dat is wel weer leuk voor het voorjaar, maar ja, het potje wordt er zo niet beter op. En het plantje gaat echt niet meer aan, want de takjes zijn echt super dood. Dus misschien dat ik dat ook nog eventjes ga doen. Maar nu in ieder geval eerst even stofzuigen en een video opnemen voor jullie. De video staat erop en het goede nieuws is dat ik haken heb gevonden. Dus nu ga ik gaten boren, zodat mijn gordijn daar kan hangen. Of althans in ieder geval stam. Dus ik ga jullie daar even gewoon proberen bij te zetten. Ik heb even het kaartje geleefd, want die zat vol. Ik ga even de trap omhoog doen. En dan ga ik jullie proberen erbij te zetten, want ik ga een poging doen of ik gaten kan boren. I hope so. Do it.
gordijnstang hangt. Dus nu is het alleen even een kwestie voor mij van het gordijn uit te wassen. En dan kan ik hem ophangen. Maar ook even met wasknaars vastzetten. Omdat ik die ook moet instrijken. Dus dat ga ik zo even doen. Mijn camera is nu leeg. Ik ga het hier even opruimen. En dan zie ik jullie morgen weer. Want hij gaat... Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is vandaag 29 september en ik heb mezelf net klaargemaakt. Gisteren kon ik niet meer verder filmen, want mijn camera zat vol. Ik ben echt super moe. Ik snap niet hoe, want ik heb eigenlijk hartstikke goed geslapen. Maar ik werd gewoon super moe wakker en het gevoel wil nog niet echt verdwijnen. Mijn ogen die blijven bijna niet open. Maar moet ik zeggen dat ik wel heel erg last heb van hooikoorts momenteel. Dus misschien dat het ook is dat mijn ogen gewoon wat geïrriteerder zijn. Ik heb net eventjes mijn gordijn even goed vastgedraaid in de slaapkamer. Want die kwam naar beneden. Dat had ik niet helemaal goed gedaan. Dus nu zit hij goed vast. Ik moet zo even een handwasje aanzetten. Want dat ben ik gisteren vergeten. En toen ik er eigenlijk achter kwam, toen was het eigenlijk al vrij later. Want ik dacht, oké, laat ik dat maar niet meer doen. Want dan wil je toch rekening houden met je buren. Mijn telefoon pakken ligt nog op de slaapkamer. Ik moet hier soms even stofzuigen. Althans, ik dacht dat hij hier lag. Of toch niet? Ik weet niet waar ik hem gelaten heb. Dat is vreemd. Even zoeken. Oh, hij ligt gewoon hier. De katten die hebben sinds... Gisteren of zo, of eergisteren, hebben ze dat mandje weer ontdekt. En daar nemen ze best wel veel troep uit mee. Ook de speeltjes liggen inmiddels weer overal. Ik heb een heel raar plukje, zie ik. Dat moet even goed gestofzuigd worden. Daarna wil ik eigenlijk even boven aan de gang om het de schoenencarousel. Ik wil het de zeggen, maar de schoenencarousel eventjes in te ruimen. Dat is ook wel even spannend, want ik hoop dat die gaat blijven staan. Dan ga ik jullie even proberen bij te zetten met het inruimen. En even nog de kwasten wassen. En dat is het eigenlijk. Zoals even kijken hoe laat het is. Oh, 10:50. En voor de rest niet zo heel veel. Omdat ik eigenlijk best wel moe ben. Ik zou het liefst gewoon weer verder willen slapen. Maar goed, dat kan niet. Oh, foei. Ik ga zo eerst even het wasje aanzetten. En dan ga ik hier even stofzuigen. En dan ga ik jullie hier... even meenemen naar boven om te kijken of dat het allemaal een beetje lukt. En dit is gewoon een handwasje, dus hij is op zich wel heel snel klaar. Die ik nu even ga draaien, want er zit dat nieuwe gordijn in, dan kan die ook gaan hangen. Dus dat zou ook fijn zijn. Dus dat ga ik even doen en dan zet ik jullie er straks bij als ik boven aan de gang ga. Ik heb heel erg last van de zon nu, dus ik ben heel erg overbelicht. Mickey zit volgens mij al boven. Dus ik zie jullie als ik boven aan de gang ga. Is inmiddels gevuld. Ik zal je zo even laten zien hoe het er compleet uitziet. Ik ben eigenlijk heel tevreden erover. Ik vind het echt heel mooi. Ik heb hier ook gelijk wat ruimte. Hier en daar moet nog wel wat opgeruimd worden. Maar daar ga ik van de week even mee verder.
Ik heb net echt een hele grappige ontdekking gedaan, want bij de gordijnen zit dus al strijkband van de Action. Dus ik heb nu 3 van die pakjes. Ik hoop dat het genoeg is. Ik moet ook even goed lezen hoe dat werkt. Maar ik heb dus strijkband, dus op zich kan ik het gaan instrijken. Dan heb ik nog een leuk idee bedacht. Ik heb namelijk nog een soort van hangstoel. En ik dacht, het is misschien leuk om die hier op te hangen, zodat ik ook kan chillen. Maar dat ga ik ook van de week even doen, want ik ben nu een beetje futloos. Wat ik al was, dan gaat het rek gaat achter de deur, want de deur die kan niet dicht vanwege dat schoenen ding. En dit nog even opruimen en zo, dan begint het eigenlijk hier ook wel redelijk af te worden. Ik zal even een kleine, de schoenen daar gaat niet weg, kleine rondleiding. Nou, dit is dus het schoenenrek gevuld. Echt heel erg gevuld. Ik ben er heel blij mee. Ik heb hier ook dozen weggehaald. Super fijn. Het is nu allemaal wat leger. En dan gaat deze naar de hoek. Maar dat ga ik van de week even doen. Hier staat nog een mandje met strijkspullen. Ik kan wel even op het bureaustoeltje eigenlijk. Ik ga het even doen van de week een keer strijken. Misschien dat ik hem wel even naar de hoek schuif. Ik weet niet. Ik heb wel gelijk wat meer ruimte. Maar ja, dit is leeg. En ja, ik ben eigenlijk best wel tevreden over hoe het nu al wordt. Nou, hier die dozen zijn weg. Dus dat is allemaal heel erg fijn. Ja, hierna moet ik nog wel wat opruimen. Die bakken die gaan op de andere kant op. Maar ik ben eigenlijk al best wel tevreden. Ik heb ook nog 2 houders gevonden. Die over de gordijnstangen kunnen. Dus dat wil ik nog wel even doen. Ja, dan ben ik eigenlijk best wel tevreden voor nu. Eigenlijk al mijn schoenen passen erop. Ik heb hier nog... Ergens heb ik een plaatsje vrijgelaten voor mijn andere slippers die er nog in kunnen. Dus ja, op zich denk ik prima. Dan kan ik van de week eigenlijk misschien nog eventjes een keer goed stofzuigen. En even dan ook echt dweilen. En dan is het eigenlijk best wel af. Mickey is er ook. Dat hangding, dat ligt daar in de hoek, maar dat kunnen jullie niet zien. Hier is nog een beetje een bende. Maar daar ga ik dus nog wat mee doen. Van de week. Dat lijkt me wel leuk om dat te doen, om dat op te hangen, want dan heb ik er tenminste ook wat aan. Ik ga nu in ieder geval naar beneden en dan ga ik eventjes de kwasten wassen, zodat jullie zo meteen eventjes bijzetten. Trouwens, het gordijn voor de voordeur, die had ik ook even opgehangen. Ik kan nog een beetje hierheen, maar ik ga er van de week even kijken of ik de boel kan instreken. Dus dan ziet het er sowieso wel heel anders uit. Ik ben eigenlijk wel tevreden hoe het er nu uitziet. Nu ga ik mijn kwast even wassen. Ik heb eigenlijk alles kunnen doen wat ik wilde doen. Ik heb nog schuifjes op de gordijnrails gehangen in de gang. Want die vond ik nog. Ik denk, nou, dan kan ik die er wel op schuiven. Dan zie je de schroefjes, zeg maar, niet.
Dat kan in de woonkamer niet, want die hangt anders. Maar dat geeft niet. Dus ja, dat is eigenlijk wel heel prettig. Ja, dus dat is wel fijn. En voor de rest heb ik... ja, ben ik blij dat de bovenver alweer een deel is opgeruimd. Dat geeft wel een fijn gevoel. Ik ben blij dat ik toch nog best wel productief ben geweest. Ondanks dat ik best wel moe was. Ik heb gelukkig dan de kwasten nog kunnen wassen. En ik heb ook nog mijn bloempotje geleegd. Die heb ik ook al afgewassen. Dus die zet ik boven neer. En dan komen van het voorjaar er weer bloemetjes in. De andere bloemetjes die stonden nog. Dus die heb ik nog laten staan. Maar zodra die doodgaan zal ik die ook legen. Dus ja, dat geeft gelijk alweer wat opgeruimde gevoel. Ik denk ook dat ik binnenkort mijn tafeltje en mijn stoeltjes vast naar binnen haal. Want ja, echt mooi weer om daar te gaan zitten. Denk ik niet meer dat we dat gaan krijgen. En dat is ook logisch om te gaan richting oktober. Dus ja, ik ben eigenlijk wel blij. Want ik ga straks even lekker douchen. En vanavond ga ik Dance 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 kijken, de finale. Dus daar heb ik wel zin in. Ook nog even eten natuurlijk. Maar ik ben eigenlijk wel blij dat ik redelijk ver ben gekomen met alles. Dus ja, nu ga ik eigenlijk niks meer doen waar ik jullie bij kan zetten. Dus dan zie ik jullie morgen gewoon weer. Een hele goede middag op deze zondag. Het is vandaag 30 september en ik zit lekker op de bank en ik heb het koud. Hoewel de zon een beetje scheen, is het toch frisser dan gedacht. Ik heb mijn nagels gisteren gedaan. Ik heb hier een keer gel lak gedaan. Deze is van Action. Leuk kleurtje, aubergine is dit. Ik ben er wel weer blij mee. Ik hoop dat het ook een tijdje blijft zitten. Dan is er iets heel naars gebeurd en ik voel me er oprecht heel schuldig over. Mickey is vannacht op zolder beland. Ik weet niet hoe. Ik heb gewoon niet gezien dat ze daar zat. En ik heb op een gegeven moment de klep dicht gedaan. Ik werd vanochtend heel vroeg werd ik wakker van gemiauw. Dus ik ging even kijken. Wat zijn alle drie de katten hier? Want ja, misschien is het een kat die buiten miauwt. Nee. Ik denk, nee hè. Tot niet het ergste wat er kan gebeuren is waar. Maar helaas, Mickey zat op zolder. Ik heb het gewoon letterlijk niet gezien. Dus ik gooide de trap naar beneden. Ze kwam er ook echt gelijk aan. Het was heel zielig. Dat een hele dikke staart. Mickey! Kom maar! En dat was heel zielig. Hallo, schat. Vind je me nog lief? Hou je nog een beetje van me? Dat was stom, hè? Van Angela. Dat was super zielig. Nee, jij even niet, tijgertje. Kijk eens wat ik vind! Een muisje. Hier. Ze kwam naar beneden en tijgertje ging haar ook gelijk knuffelen. Dus zoals je dan merkt, ze kunnen niet met, maar ook niet zonder elkaar. Want ze missen elkaar dan wel. Dus tijgertje kwam gelijk ook snuffelen en dat was super lief. Ik heb ook even met haar geknuffeld, maar dat was nog super vroeg. En ik ben daarna weer terug naar bed gegaan. Ik heb heel slecht geslapen. Ik kon niet in slaap komen. Toen ik eenmaal wakker was, viel ik ook weer heel slecht in slaap. Uiteindelijk ben ik wel weer in slaap gevallen, maar ik heb niet super goed geslapen dus. Gelukkig ziet het er niet zo uit. Ik zie er ondanks dat nog wel redelijk oké uit. Maar ik voel me nog wel moe. Aangezien ik gisteren natuurlijk heel moe wakker werd. Dat was zo vaag. Want toen had ik super goed geslapen. En nu heb ik echt heel erg brak geslapen. En nu voel ik me totaal niet moe. Hoe vreemd is dat? Maar ja, ik ga soms in ieder geval even stofzuigen. En daarna ga ik eventjes de foto's maken. Ik denk niet dat er verder iets is waar ik jullie bij kan gaan zetten. Want ik zie ook dat ik nog maar één streepje aan batterij heb. Dus ik moet soms even aan de oplader sowieso. Dus ja. Voor de rest wordt het gewoon weer een relaxte zondag, zoals altijd. Vanavond heb je nog een keer de postcode loterij. Dat vind ik wel leuk om nog even te gaan kijken. Ja, voor de rest weinig eigenlijk. Ja, gewoon relaxed, zoals elke zondag. Ondanks dat ik het koud heb. Misschien dat ik straks de... Oh jongens. De verwarming even aandoen, maar ik denk dat dat pas einde van de middag doe, begin van de avond, zoiets. Tijger, waarom zit jij op tafel? Kom maar af. Oké. Ja, we weten dat je er bent.
Dus ja, en vooral een beetje katten knuffelen, denk ik. Want ze zijn weer heel knuffelig. Ja, zijn ze altijd wel, maar vaak op dit soort dagen is het extra. Ze zit ook echt van, als je die oogjes kan zien, ja, nu lopen ze weg. Maar ze zit echt zo, ja, er vliegt hier een vliegje, dus dat is natuurlijk super interessant. Vang hem maar. Ja, ze zijn een beetje onrustig, maar ik merkte ook gewoon gelijk toen Mickey ook weer erbij was. Toen hoorde ik ze op een gegeven moment ook echt zo door de kamer chasen. En ik denk, oh, nou ja, goed, weet je, dan zit het in ieder geval wel goed. Maar ja, ik ben blij dat ik er wakker van ben geworden. Ja, vang die vliegjes, joh. Nee? Ja, je moet een vlieg vangen. Oh, de zon. Ja. Vind je de zon lekker? Ja, jij wel. Ik iets minder. Oh, wat is mijn beeld slecht nu. Nee, zo is het ook niet goed. Dus ja. Ik ga zo eerst even aan de oplader. En dan ga ik straks maar even wat doen. En die kleedjes ook weer schoon. Die kan ik ook weer neerleggen. Kun je daar weer lekker op liggen, hè? Ik had eerst het idee, zal ik mijn gordijnen gaan instrijken. Maar daar heb ik nu totaal geen zin in, denk ik. Want dan moet ik dat weer boven doen. Dus ik denk dat ik dat gewoon van de week even lekker een keertje doe. 'S middags. En dan eerst maar eentje. En dan even kijken verder naar nummer 2. En zomaar eventjes. Want ik heb er nu weinig zin in en ik heb eigenlijk nog wel wat andere dingen te strijken. Dus kan ik dat mooi gelijk in één klap doen. Dus ja, ik ga nu in ieder geval even aan de oplader. En ja, misschien dat ik jullie later nog even zie. Maar meestal op zondag doe ik alleen een opening. Omdat ik verder gewoon heel weinig doe. Dus ik ga dat even doen. Hier wat opruimen en dan. Ga ik eens even kijken wat ik verder nog ga doen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is vandaag 1 oktober. Ik ben net klaargemaakt. Alleen mijn make-up is een beetje gevlekt. Want ik heb een primer geprobeerd. En die zat in een spuitflacon. Nou, daardoor gaat je make-up dus vlekken. Dat werkt dus niet zo heel erg goed. Maar ja. Het zat er al op. Dus ik kan niet zo zien om het weer opnieuw te doen. Mijn bezoek komt straks. Ik weet nog niet hoe laat. Dus ik ga zometeen hier even lekker stofzuigen. Ik moet nog even een paar dingetjes inscannen op de computer. Mickey! Oh, lekker. Ze komt naar me toe. Ze heeft net op de kattenbak gezeten. Komt ze aan, hè? Ja, je hebt net op de kattenbak gezeten, hè? Oh, heerlijk dit. Echt top. Ja, je stinkt. Eigenlijk een beetje spray over je heen zou je moeten, maar dat doen we niet. Want daar kan je niet tegen, hè? Het doet wel een beetje stinken nu. Dus ik ga zometeen even... Hé, hey, ik stel niet meer scherp, zie ik. Daar was ik weer. Dus ik ga zometeen even stofzuigen. Ik wil even mijn vaatje nog in de kast werken. En ik zit nu alweer te bedenken wat ik moet gaan eten vanavond. Ik weet het gewoon echt daadwerkelijk niet. Ik vind eten echt... Ik vind het vreselijk. Ik weet nooit wat ik moet eten. En... Bah. Niet te doen. Maar goed, even de keuken opruimen. Want het vaatje staat er nog. Dus die hier wil ik even in de kast werken. Het bloempotje kan erboven, die is inmiddels droog. Ja, eigenlijk een beetje dat soort dingetjes. Het rest niet zo heel veel eigenlijk. En dan is het gewoon wachten tot ik een berichtje krijg hoe laat mijn bezoek komt. Dus ja, maandag is ook zo'n dag waarop ik heel weinig kan vloggen eigenlijk. Wat heb ik verder nog te melden? Nee, eigenlijk niet zo heel erg veel. Het is koud buiten, het regent. Althans, nu is het even droog, maar het heeft wel heel erg hard geregend. En ik had geen zin om een broek aan te doen, dus ik heb een rokje gedaan. Maar volgens mij is het eigenlijk net een beetje te fris. Ik had er een milieu onderaan moeten doen, maar ik heb een legging onderaan gedaan. Maar die is eigenlijk een beetje aan de dunne kant.
Ik weet dat ik nog een dikkere heb, maar misschien dat ik die zo meteen nog vind, dan kan ik hem even omwisselen. Dus ja, ik denk dat ik die dingetjes eventjes ga doen. Dan is dat in ieder geval klaar en dan wacht ik gewoon even af hoe laat ik wat hoor. Dus ja, dat zijn eigenlijk een beetje de belangrijkste zaken tot nu toe. Daar zit me ook zo aan te kijken van, nou, het zal wel. Tijger. Hallo. Zit je mooi? Tijger vindt het leuk om buiten te kijken. Wat zie je dan buiten? Ja, maar er is niks te zien. Tijgertje kan echt zo heel hoog piepen. Dus ik ga die dingetjes even doen en dan zie ik jullie straks sowieso nog even terug. Ik heb verder niet zo heel veel waar ik jullie bij kan zetten. Ja, ik zou jullie bij de stofzuiger bij kunnen zetten, maar dat is ook zo lekker saai. Dus ik ga er gewoon even gauw doorheen. Ik zal ook even het kattenkleedje zo halen. Boven kunnen ze daar weer lekker op liggen. Ze hebben dat kleedje wat op de vensterbank lag, hebben ze er weer afgegooid. Dus die moet ik ook weer omgrapen. Katten, af en toe. Maar het is wel super gezellig. Ik ga lekker kijken waar muis is. Muis! Muis! Oh, daar. Muis zit weer achter het gordijn. Dus ik ga dat even doen en dan zie ik jullie straks in ieder geval. Ik ben net terug en ik zal jullie even laten zien welke boodschap ik heb gedaan. Ik zat midden in de buis. Ik ga zo meteen ook gelijk douchen, want ik ben echt helemaal koud. Maar ik moest naar twee winkels en ik heb nu één winkel. Daar ga ik nu eigenlijk gewoon maar niet meer heen, omdat ik elke keer misgrijp. Ik ga het even bij de bank doen, want ik zit nu midden in de zon. Die nu half schijnt. Ik zal even laten zien wat ik kocht. Ik had zo'n kraskaartje van de Welkoop en dan mocht je iets uitzoeken. En ik heb knabbelsticks gedaan voor het konijntje. Voor de katten zat er eigenlijk niks bij. Dan ga ik voor de katten donderdag even wat halen voor dierendag. Dit was dan voor dierendag, dat kreeg je dan gratis. Ik heb even boontjes gehaald. Frikandellen. Champignons. Ik ga straks even een pizzaatje maken. Ik heb paprika poeder. Shawarma. Ik heb slavinken. Kippenvleugeltjes. Kipborrelhapjes. Ik heb een bullet. Pizzabodem. Ik heb even zaagsel gehaald. En ook eventjes konijnen voor, want die is daar, was daar weer wat goedkoper. Ik ga dit even opruimen. Dan ga ik daarna even lekker douchen. Dan zie ik jullie morgen weer. En ga ik straks even koken, want het is al best wel laat. Mickey, niet in de gordijnen! Ik ben echt letterlijk net pas terug van de boodschappen doen. Dus ik zie jullie dan morgen weer. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 2 oktober en ik zie dat ik mijn kaartje zo even moet legen. Dat even ten eerste, want ik heb niet zoveel minuten meer om te vloggen. En ik ben net klaargemaakt en vandaag doe ik even weer de kattenbak en het konijnhok en de douche. Nee, waarom ben ik hier bruin? De katten hebben ook op de bank gespeeld, dus moet ik ook even opruimen. Ik heb er wel spul overheen gelegd, maar het is nog, er ligt nog wel wat. Dus dat ga ik zo meteen even doen, maar dan ga ik eerst even het kaartje legen en ik moet even in de keuken plek maken zodat de kattenbak kan staan, zodat ik hem even makkelijk kan schoonmaken. Het is buiten regenachtig, het is ook echt koud. Je merkt echt dat de herfst eraan komt, of dat het herfst is inmiddels, en dat het ook gewoon steeds kouder wordt. Nou, voor de rest eigenlijk niet zo heel veel. Ik heb net even de iPad op de oplader gelegd, want die is al sinds gisteren echt onwijs leeg bijna. Maar het kabeltje van mijn telefoonoplader, die doet het weer niet. Dus ik moet nu een beetje switchen tussen de oplader van mijn iPad, tussen mijn iPad en mijn telefoon. Dat is een beetje lastig. Ik ga jullie er straks gewoon bij zetten, maar ik ga zo eerst even het kaartje legen, want anders dan kan ik niet meer vloggen. Althans, heb ik heel weinig vlogtijd, zeg maar. Dus dat is wel even handig om te doen. Dan kan ik ondertussen eventjes in de keuken opruimen. En ook wat even een wasje in de machine doen. Want
de handdoeken die moeten gewassen worden. Dus dat is even de planning voor nu. Hoe laat? Ik denk dat ik ga er nu ook gewoon gelijk aan beginnen. Ik ga eerst eventjes de spullen pakken om het kaartje te legen. Doe ik, zet hem even in de slaapkamer aan, zodat hij alles op de harde schijf kan zetten. En dan ga ik aan de gang. Ga ik jullie erbij zetten. Nou, alles is klaar inmiddels. Ik weet niet of het voor jullie zichtbaar was. Ik hoop van niet. Maar net toen ik de bandjes aan het afhalen was, toen deed Tijgertje nog even overgeven op mijn bank. Gadverdamme, er komen 6 meer vlekken en die krijg ze er ook niet meer uit. Dit was echt heel vies. Gelukkig wel naast alle apparatuur. Het heeft ze op zich wel netjes uitgedokterd, maar het was zo onwijs smerig, dat ik echt dacht van nou, waar komt het steeds vandaan? En dan daarna wel gewoon weer miauwen van ik wil eten. Ja, als je eenmaal met zacht voel begint, en dat is wel per kat verschillend. Tijgertje en Mickey die willen niet bijzonder bij mij. Ja, dat is toen de tijd erin geslopen. Ja, ik kan dat er nu niet meer uitkrijgen. Muis die zou het niet uitmaken, zou ze een dagje niks krijgen. Oh, mijn vinger zit precies voor de lens. Maar Tijgertje en Mickey is echt een ander verhaal. En die schrokken het ook echt naar binnen. Maar ja, het is wel een beetje vervelend. Want nu dan spuugt ze weer. En ik weet niet, ja, misschien heeft ze weer toch weer ergens wat gegeten. En misschien is het ook wel van gisteravond dat ze toch wat vulling van mijn pizza heeft gegeten. Wat ik niet gemerkt heb. Katten zijn soms zo snel dat je het soms niet in de gaten hebt. Goed, ik heb het inmiddels wel weer schoon, maar de prioriteit van een andere bank die wordt bij mij wel steeds hoger. Dus ik ga toch maar weer eens eventjes een keer op Marktplaats kijken. Het is alleen altijd een beetje een gedoe van waar laat je deze bank? En hoe krijg je zo'n bank weer bij je thuis? Want ik heb geen auto, ik heb geen car, dus dat is allemaal een beetje lastig. Maar goed, in ieder geval, dit was niet zo fijn. Ik ben er zelf ook gewoon een beetje naar van. Want dit is al de tweede keer op één dag dat ik dit aan het opruimen ben. Ik ga verder ook eigenlijk niks meer doen waar ik jullie bij kan zetten. Ik heb nog één batterijstreepje, dus de batterij is best wel hard gegaan. Maar ik heb natuurlijk ook best wel veel dingen gedaan waar ik jullie heb geprobeerd bij te zetten. Dus op zich is het niet zo gek. Ik ga bij deze dan ook gewoon de weekvlog vast afsluiten. Want ik ga straks lekker koken en vanavond televisie kijken en nog wat foto's bewerken voor een artikel van morgen. Dus voor de rest eigenlijk niet zo heel erg veel meer. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je even gratis abonneren. Als je op het belletje duwt, dan krijg je ook een melding zodra er van mij een nieuwe video online komt. En dan hoef je niks te missen. Vond je deze video leuk, doe even je duimpje omhoog. Dat vind ik dan ook wel weer leuk. En dan hoop ik je bij de volgende video weer te zien. Doeg!